school moet staan. Ik heb ook nog wat anders. Volgens mij bent u ook wel eens een keertje met mijn opa en oma op de foto geweest. Echt waar? Dat zijn mevrouw en meneer Menti. Oh ja, want die waren hoeveel jaar? Waren getrouwd zeker dan? Ja. Hoeveel jaar? 60. 60, hè? Ja, dan kom ik langs. Leuk. Ja, ja, dan kom ik langs. 60 jaar getrouwd. Ja, dat is lang, hè? Maar daar zijn we hier voor. Dat zou bijna zo ver gaan dat we ergens anders over gaan hebben, hè? Dag van de leerplicht. Ja, dat is. Ja, jullie zeiden het al, hè? Dat je naar school moet. Maar wie vindt het naar school gaan eigenlijk gewoon leuk? Kijk, dat is veel belangrijker, hè? Dus wat ze eigenlijk, want plicht, dat zegt altijd, als je plicht is, dan moet je, wat betekent dat? Als je dat moet je. Dan moet je. Verplicht. Verplicht, en eigenlijk moeten we niet plichten, want eigenlijk moet je het gewoon leuk vinden om naar school te gaan. Want waarom is het belangrijk om naar school te gaan? Dan kan je later een goede baan krijgen. Dan kan je later een goede baan krijgen, dan ben je later beter, dan kan je beter je dingen doen. Heeft er iemand een idee wat hij later wil gaan worden? Oh, dan gaan we eens een rondje maken, eens even kijken hoor. Wat wil jij worden later? Architect. Rondlopen in de dierentuin. Een dierenverzorger, zeg maar. Wat leuk, en jij? Wetenschapper. Wetenschapper. Voor computers maken. Voor computers. En jij? Programmeur. Programmeur? Wat hoor je dan? Valkenier. Een valkenier? Ja, dat is heel bijzonder, zeg. En hier? Ik wil kok worden. Kok? Oh, dat is een mooi beroep. In een heel mooi restaurant. Misschien. Ja, dan kom ik altijd als je kok wordt, kom ik bij je eten. Goed? Ja. Ja? Spreek je nu af? Ook architect. Ook architect. En jij? Gymleraar. Juffrouw. Nou, hier, kijk. Hey. Nou, is een goed voorbeeld, toch? Of niet? En hier? Ook architect. Architect? Burgemeester. Waarom doe je ook heel goed je best doen op school? En jij? Leerkrachten. Oh, wat leuk. En jij? Computers maken, weet je nog niet. Computers maken, en jij? Danseres. Oh, wat leuk. En jij? Oogarts. Oogarts. Dat is heel belangrijk ook, hè. En jij? Profvoetballer. Bij welke club? Bij Ajax. Nou, dat is goed. Dat zeg ik niks meer. En jij? Politie. Dat is ook heel belangrijk, hè. Dus jullie gaan eigenlijk allemaal, zijn jullie hier vandaag. Je ziet het eigenlijk op school en het belangrijkste is dat jullie het leuk vinden. En dat jullie naar school gaan om dingen te leren en met elkaar dingen ook op te steken. En uiteindelijk ook inderdaad later een hele mooie baan te krijgen. Nou, wij hebben vandaag natuurlijk heel veel aandacht voor de dag van de leerplicht. Wat ook allemaal heel zwaar klinkt. Want ja, er zijn er ook mensen dat als jullie niet naar school komen, om een bepaalde reden, ja, dan wordt er gekeken van waarom ga je dan niet naar school. He, dat kan natuurlijk, je kan ziek zijn of er iets anders zijn waardoor je niet naar school gaat. Dat mag natuurlijk, hè? Dat is niet verboden, maar dat moet je wel weten. Want op het moment dat je niet naar school gaat, ja, dan komt er een, en dat klinkt heel zwaar, maar dat heet een leerplichtambtenaar. Ja, toch? Zeg je het goed, hè? Ja, ik zeg het helemaal goed, hè? En, want er zijn er beide mensen van de gemeente hier aanwezig, hè? Dus die controleren dat. En die gaan dan vervolgens kijken waarom je dan niet naar school gaat. Ja, dat is allemaal, weet je, dat klinkt allemaal heel zwaar, want dan kan je ook een bekeuring krijgen. Nou, dat willen we natuurlijk allemaal niet. He, dus dat gaan we allemaal niet doen. Want jullie vinden het gewoon leuk om naar school te gaan. Dat is uiteindelijk belangrijk. En ze zijn er altijd. Nou ja, dat is toch mooi in Caradine. Dus heel belangrijk dat jullie altijd naar school gaan. En daar vragen we aandacht natuurlijk voor. Want uiteindelijk komt het erop neer, dat heb ik net ook gezegd, is dat jullie het ook leuk vinden om gewoon naar school te gaan. En om later uiteindelijk wat te leren. Ik heb zelf ook vroeger de lagere school gezegd, ik zal niet altijd wel zeggen, want ik was niet een hele goede. Ik was vaak buiten aan het voetballen, dus dat vond ik... Jij ook, hè? Dat dacht ik al. Dat vond ik veel leuker eigenlijk. Maar ja, school is toch belangrijk. Uiteindelijk is het heel belangrijk. En nu ik later ben, denk ik heel belangrijk is dat je allemaal wat leert.